bestaansverbod in bezette gebieden. Neonazi's in Beieren de straat op. Goedenavond. Op een paar plaatsen op de door Israël bezette westelijke oever van de Jordaan is een uitgaansverbod ingesteld. Het militaire commando besloot dat te doen uit voorzorg om ongeregeldheden te voorkomen op de zogenaamde Fatah-dag. Vandaag is het 23 jaar geleden dat Yasser Arafat's Al-Fatah-groep haar eerste guerrilla-actie tegen Israël ondernam. Ook uit voorzorg waren extra veel soldaten en panzerwagens de straat opgestuurd. Op die manier hoopte Israël in Oost-Jeruzalem en in de bezette gebieden onlusten als die van de laatste weken te voorkomen. Legeraanvoerders zeiden dat dit weekende als een test wordt beschouwd. Als de Palestijnen zich rustig houden, is men bereid een aantal Palestijnse arrestanten vrij te laten. De afgelopen week zijn zo'n 1200 Palestijnen opgepakt. Een actie van Israël waarop veel kritiek uit het buitenland is gekomen. De door het leger verwachte ongeregeldheden bleven uit op een paar incidenten na. Op de bezette Jordaan-oever bleven de winkels dicht en de straten waren vrijwel verlaten. Fatah-dag verliep tot nu toe rustig. PLO-leider Yasser Arafat, ook leider van Al-Fatah, zei vandaag op een herdenking dat de PLO vastbesloten is om de protesten op de bezette Jordaan-oever en de Gazastrook uit te breiden. De PLO-leider liet doorschemeren dat het gebruik van wapens daarbij niet is uitgesloten. In Egypte joeg de politie met de wapenstok honderden anti-Israël demonstranten uit elkaar. Een aantal van hen werd gearresteerd. In Egypte, de enige Arabische bondgenoot van Israël, groeit de kritiek op het Israëlische optreden in de bezette gebieden. Nog steeds komen er nieuwe tips binnen in de gijzelingszaak Gerrit-Jan Heijn. Ruim 100 mensen hebben zich gemeld omdat ze menen de stem te herkennen van de ontvoerder, zoals die staat op een bandje dat de politie heeft laten horen in het programma Opsporing Verzocht. De gouden tip is, zo meldt de politie, nog niet binnen. Het rechercheteam dat werkt aan de zaak Heijn wil volgende week extra versterking vragen. Nu werken zo'n 60 politiemensen dag in dag uit aan de zaak. Maar dat is niet genoeg, zei de politie vandaag op een persconferentie. De versterking is vooral nodig om de binnengekomen tips na te trekken. Dat zijn er sinds maandag 4000. Tijdens de jaarwisseling zijn tientallen mensen omgekomen bij branden en verkeersongelukken in verschillende landen. Zeker 13 mensen vonden de dood bij een brand in een groot hotel in Bangkok. Ruim 400 gasten bevonden zich in de 9 verdiepingen van het gebouw. Vele tientallen raakten bedwelmd door de rook. Bijna alle gasten waren buitenlanders uit Aziatische landen, Australië, Amerika en West-Duitsland. Het vuur was vermoedelijk uitgebroken in een kamer waar een feestje werd gegeven. Een aantal gasten redden zichzelf door van de balustrade in het zwembad te springen. Het duurde 4 uur voor het vuur was bedwongen. In een mijnwerkersstadje in Wales kwamen een vader en 5 jonge kinderen om bij een brand. Ze lagen boven te slapen toen beneden het vuur uitbrak. Alleen de moeder kwam naar buiten. Buren moesten haar tegenhouden toen ze merkte dat haar man en 5 kinderen nog binnen waren. She was screaming, she was running back and forth, you know. Trying to wake her husband up because he was upstairs as well, like, you know, for to get the children out. Brandweerlieden met zuurstofmaskers haalden de slachtoffers tenslotte naar buiten. 1 kind leefde nog, maar stierf later in het ziekenhuis. Mr. Watkins and 4 of his children, aged between 2 months and 6, were dead. Op een autoweg ten zuiden van Parijs botsten op oudejaarsavond 11 auto's op elkaar. 9 mensen vonden de dood. De kettingbotsing ontstond doordat het zicht op de weg plotseling wegviel door de rook van een auto die in brand was geraakt. Van de auto's die op elkaar botsten vlogen ook enkele in brand. Behalve de 9 doden waren er ook 18 gewonden. Nieuwjaarsdag, alweer bijna voorbij, is hier begonnen met een aantal grote branden. In zo goed als alle gevallen zoekt de politie de oorzaak in vuurwerk. In Andijk ging een kapitaal splinternieuw botenhuis in vlammen op. 70 jachten gingen verloren. Schade
10 tot 15 miljoen gulden. Er is een West-Duitser aangehouden die lichtkogels afschoot en liet neerkomen op het dak van de boot te loodsen. Overigens zonder boze opzet, maar met grote gevolgen. Hij is in verzekerde bewaring gesteld. Bij de brand ontploften kleine gastankjes en grote cilinders, maar niemand raakte gewond. Opzet wordt niet uitgesloten in Beverwijk. Daar brandde even na middernacht een grote hal van de Zwarte Markt af. Particulieren konden daar altijd spullen aan de man brengen. De hal werd verwoest. 1 miljoen gulden is hier de schade. Er loopt een onderzoek. Omwonenden van een in brand gevlogen zwembad moesten vanmorgen vroeg hun bed uit, omdat er een chloorwolk dreigde vrij te komen. Dat gebeurde niet, maar het zwembad het Kikkerfort, daarvan bleef heel weinig over. 2,5 miljoen schade. Aan de Merwede in Gorinchem was de brandweer vanmiddag nog druk met het blussen van een binnenschip. Hoe de brand daar vanmorgen begon, weet niemand nog. Het schippersgezin kon zich bij tijd redden. De lading, papier en balen katoen veroorzaakten grote rookwolken. Maar op veel plaatsen ging het er ook echt feestelijk aan toe. Niet alleen bij ons, ook in de rest van de wereld werd het nieuwe jaar vrolijk binnengehaald. In de West-Duitse deelstaat Beieren hebben neonazi's een betoging gehouden. De 200 demonstranten kwamen niet alleen uit de Bondsrepubliek, maar ook uit Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Ze kwamen samen in het stadje Vladungen-Neubach, vlakbij de grens met Oost-Duitsland, en eisten het herstel van het Groot-Duitse Rijk. De politie hield zich op de achtergrond, maar nam wel een aantal vuurwapens, stiletto's en traangasgranaten in beslag. Eerder op de dag hielden 500 antifascisten een tegendemonstratie. In het naburige Hilders, waar ook een bijeenkomst van neonazi's op het programma stond, was dat niet nodig. De bijeenkomst werd daar verboden door het gemeentebestuur. En dan nog de weersverwachting tot morgenavond. De aanvoer van zachte lucht gaat deze eerste januaridagen onverminderd door. In deze lucht komt veel bewolking voor, waaruit van tijd tot tijd regen valt. Mogelijk dat tegen de avond de bewolking breekt. Vannacht wordt het ongeveer 8 graden, morgenmiddag is het rond 10 graden. De zuidwestelijke wind is boven land krachtig, in de kustgebieden stormachtig. De vooruitzichten van zondag tot en met woensdag, veel bewolking en af en toe regen. Middagtemperaturen rond 8 graden. Tot zover het journaal van 10:30. Goedenavond.